Dag Nina. Hi. Kom binnen. Dex zit in de woonkamer. Oh, dank je. Here you go. Work me. Figure some stuff out. Hey. Let's do it. Hey. Oh, blijf maar liggen hoor. Hoe gaat ie? Goed. Oh, sorry. Stomme vraag. Ik heb je brief gelezen. Oké. Heb je er nog met andere mensen over gehad? Over de brief? Nee, over wat er met me gebeurd is. Mijn vader die weet het. Hij raadt het. Maar hij is arts. En iemand anders? En Nout zag dat ik een brief aan het schrijven was, maar hij dacht dat het een liefdesbrief was. Oh, was dat het niet dan? Heb ik het verkeerd gelezen? Ik heb de forums bekeken. En? Had je er wat aan? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ze zeggen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, dus dat helpt wel. Mooi. Ik wil je bedanken. Voordat je dat allemaal hebt opgezocht. Die forums. En je brief. Ik ga aangifte doen. Heel goed. Zou jij getuige willen zijn? Ik bedoel, jij wist dat René iets van plan was. Geen probleem. Ik kan mijn ouders vragen of ze ook willen getuigen. Die weten heel veel van. Nou, dat is niet echt nodig. Ik wil dat er zo min mogelijk mensen bij betrokken raken. Snap ik. En trouwens, hij wordt sowieso wel gepakt. Nou, ik vond het echt heel lief. Ook al was het geen liefdesbrief. Het was wel heel lief. Een week of vijf? Zegt de dokter dat? Nee, het komt helemaal goed, mevrouw Zwart. Ik kom hier zo vaak mogelijk en ik spring bij waar ik kan. En als u pijn heeft, moet u gewoon pijnstiller slikken, hè? Ja. Oké, nou, sterkst. Het komt goed. Dag, mevrouw Zwart. Ze kan minstens een maand niet werken. Gescheurde enkelbanden. Nogmaals, ik heb er niets mee te maken. Het zal zwaar zijn voor je oma nu mevrouw Zwart er niet is. Ze zijn natuurlijk erg aan elkaar gehecht. Dat weet ik. Verandering is sowieso niet goed voor haar. Alzheimer-patiënten functioneren het best in een stabiele omgeving. Aangezien je mij nu ook al wilt laten wegsturen. Het zal je oma zwaar vallen. Ze is een korte tijd erg gehecht aan mij geraakt. Er zijn dus al twee belangrijke mensen die er niet meer zijn. Haar gezondheid zal wel eens flink achteruit kunnen gaan de komende weken. Ik hoop dat jij dat aan kan. Aangezien je oma ook al niet echt op je vader steun hoeft te rekenen, hè? En ik weet trouwens ook niet of ik mijn ontslag zomaar accepteer. Aangezien je niet echt bewijs hebt voor je verhaal. Ik geef het naar mijn oma. En wat ga je tegen haar zeggen dan? Ik heb er echt niets mee te maken. Echt niet. Ik kom mijn oma de aankomende tijd wat vaker helpen. Je hebt gelijk. Het is voor mijn oma niet goed als jij weg bent. Ik heb nog één kans van me. De volgende keer vlieg je eruit. Loop de kamer maar in. Wat zie je in de kamer? Wat heb ik jou gezegd, hè? Wat heb ik jou gezegd? Hou op, hou op! Stop nu! Wegwezen, jaartje. Wegwezen! Hij jaagt het helemaal nergens naartoe. Luister. Ik zie een meisje. Ze ligt op de grond. Wie is het meisje? Je hebt haar vermoord. Ze is dood. Ik heb haar doodgeschoten. Herken je haar?
Dat is mijn zusje. Ik heb mijn kleine zusje doodgeschoten. Zou het naar de koning gaan? Of wat drinken? Ja, dat weet ik wel. Maar... Kom op, gaan. Jullie hebben toch niet een of ander feest georganiseerd, hè? Oh, nee. Volgens mij komt hij. Stop achter de bar. Bernard is er nog niet. Ja. Kom, de confetti. Ja. Dan had hij eerder moeten komen. Dit past nooit. Dit past nooit. Hou eens stil. Volgens mij komen ze er nu aan. Dit past nog.